Stan, wanneer ben jij begonnen met turnen? Toen ik 8 jaar was, toen ben ik in Venray begonnen met turnen. Even kijken, daar heb ik, ja, ik denk tot mijn 11e of zo daar geturnd, of 12e. Toen ben ik hier naar Veldhoven gegaan. En daar train ik nu ook al 5 jaar ongeveer. Okay. Hoe kwam je erbij om op turnen te gaan? Ja, vroeger was ik altijd bij de klimclub. Ik vond het wel leuk om te ja. Klimclub? Ja. Wat is dat? Ja, ik weet, dat was blijkbaar niks of zoiets. Ik wou altijd heel graag bij de klimclub. Ja, de klimclub konden we dus niet vinden. Dus toen hoorden we van iemand uit het dorp van, nou, er is ook jongensturnen. Misschien is dat wel iets voor Stan. En toen zijn we gaan kijken en hij was verkocht. Hij vond het heel erg leuk. Meteen was hij daar en hij ging in de ringen en het lukte hem ook nog. En hij was meteen super enthousiast. Ja, hij vond het geweldig. En had jij meteen al door dat je wel wat talent daarvoor had? Ja, ik merkte wel dat het best goed ging. Dus ja, en ik vond het leuk om te doen, dus daar ben ik er ook mee doorgegaan. Eigenlijk met turnen. Zagen jullie dat hij talent had? Ja, ik zag wel dat hij, vooral zijn armkracht, ja, dat hij tegenover de andere jongens, ja, dat hij daar wel mee over kon, zeg maar. Ja. En wat heeft Stan dat hij een goede turner kan zijn? Ik denk dat Stan het vooral van zijn kracht moet hebben. Hij is niet super lenig, maar hij is wel heel erg sterk. Dus ook de toestellen als ringen en rekstok, ja, dat zijn echt zijn toestellen, omdat je daar ook heel veel kracht bij nodig hebt. Hoe ken jij Stan als wat voor jongen? Stan is een jongen die hard traint. Hij leeft voor het turnen en wil een doel bereiken. Waar merk je dat aan? Ten eerste omdat hij altijd op de trainingen verschijnt. Hè. Hij wil het graag. In de training is hij gretig. Van de andere kant moet hij af en toe ook wat meer rust nemen en aan zijn lichaam denken. Maar daar loopt hij nog wel eens ooit wat in voorbij. Maar het is een jongen die graag wil en het is ook een enthousiaste jongen. En wat zijn zijn kwaliteiten? Zijn kwaliteiten, het is een redelijke allround turner, maar op dit moment liggen zijn kwaliteiten echt op een rekstok. Daar kan hij eventueel een medaille behalen dit weekend. Want wat heb je daarvoor nodig om daar goed in te zijn, rek? Nou, je moet wat flexibiliteit hebben, je schouders moeten lenig zijn, dat je goed kunt hangen. Dat heeft Stan en daarnaast ook wel wat kracht en wat coördinatievermogen en die vormen, die liggen Stan wel. Jij bent de trainer van en Noël Veugelers, ja. En dat is een tegenstander van Stan. Oké. Okay. En wanneer komen ze elkaar tegen? Ze komen elkaar tegen op de allround finale, dat is zaterdag. En waarschijnlijk ook in enkele toestelfinales. Wat zijn de kwaliteiten van Noël? Noël is sterk op sprong en vloer. Mm-hmm. En Stan is sterk op ringen en rek. Dus daar zal de grote strijd wel plaatsvinden, denk ik. Wat is Stan voor jongen? Stan is een hele harde werker. Ik ken hem wel al jaren, want wij komen toch al een hele tijd hier in Veldhoven. En een heel rustige jongen. Geen prater. Die. En je kent hem dus al een tijd. Hoe heb je hem zien groeien? Is moeilijk te zeggen. Wij komen allebei uit Limburg. Stan komt uit Limburg. Is vanuit Limburg een stapje verder gegaan door in Veldhoven te komen trainen. Dus ik heb hem wel zien opgroeien al vanaf klein manneke tot de turner die hij nu is. Ja. Ja, dat groeit met het lichaam mee. Dus zeg maar, hoe sterker je lichaam wordt, hoe meer dat je binnen het heren turnen kunt gaan doen. En
vorig jaar NK is hij eerst model, hè? Ja. Derde op ringen. Ja. Maar er zit wel een bijzonder verhaal achter. Absoluut. Vertel eens. Ja. Nou, we gingen, het was in Heerenveen, de Nederlandse kampioenschappen. Daar gingen we vrijdags al naartoe, want dan trainen ze daar al die avond. Ja, vrijdags toen heb ik me gewoon getraind. Toen zaterdags, toen s'avonds, toen kreeg ik heel erg last van een maaginfectie. Daar heeft hij medicijnen voor gekregen en moest helaas de wedstrijd de volgende dag verstek laten gaan. Want ja, hij had de hele nacht niet geslapen en het liep nog allemaal niet zo lekker. Dus dat hebben we af moeten zeggen. En moesten we even afwachten of hij de toestelfinales kon doen, want er was hij wel voor een aantal toestellen geplaatst. Toen kon ik de dag daarna de all-round niet turnen. Alleen toen ging het de dag daarna wel beter, dus toen kon ik wel de toestelfinales doen. Met als resultaat inderdaad dat hij eerst op rek is geworden en derde op ringen. Ja, ja, gewoon super, super prestatie, absoluut. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Hoe maak je dat dan mee als ouder? Nou, toen we die avond daar op de eerste hulp, toen had ik had zo'n medelijden met hem. Want ja, je werkt er een jaar keihard voor en dan denk je dat het hele weekend voorbij is. Dus ja, dat was gewoon zo sneu voor hem. En ja, dus die zondag toen hij die prijs haalde, ja, dat was geweldig voor hem. Ja, ja. En nu, aankomend weekend, weer een NK. Ja, dat is eigenlijk ook allround en zondags is toestelfinale. En voor welke toestel heb jij je gekwalificeerd? Op fortige, op rek en op ringen en op vloerbank reserve. Oké, spannend. Ja. Ben je al zenuwachtig voor aankomend weekend? Nee, dat valt ook al mee. Nee. Hoe blijf je zo rustig? Ja, ik weet niet. Gewoon doen. Bijna geen zenuwen. Ja. Hij is niet zenuwachtig. Zegt hij. Zegt hij. Laat hij niet zien. Jij wel zenuwachtig? Ja, absoluut. Ik zit echt wel gespannen op de tribune en ben blij als het goed gaat. Vooral voor hem. Ja, absoluut. Maar ja, zeker wel gespannen. Ja. Ik vind het echt heel spannend. Absoluut. En wat verwacht jij? Ja... Ik wil nooit te veel verwachten. Ik heb zoiets als hij zelf maar het gevoel heeft dat hij alles heeft gedaan wat hij kan. Wat ik wel vind, dat Stan ontzettend veel doorzettingsvermogen heeft. Want hij heeft al zo vaak blessures gehad. En iedere keer denk ik van, nou zal hij het wel opgeven. Nou zegt hij de sport vaarwel. Maar iedere keer weer pakt hij zich weer op en begint hij er weer aan. En denkt er nog niet over om te stoppen. Nee. Even over daarnaast. Wat doe je naast het turnen? Naast het turnen doe ik als hobby motocross. Zondag is het meestal met een vriend van mij. En dat is en zo van alles wel en zo met vrienden uitgaan en dat soort dingen. Kan je dat wel blijven doen? Ja, wel, dat kan ik goed combineren. Dus. Want hoe vaak train je? Ja, nu 4-5 keer in de week. Dat is wel veel. Ja. Hoe combineer je dat dan met school en werk? Ja, in de auto leren, zeg maar, voor school. Als je voor school wat moet leren, dat gebeurt dan ook in de auto, de heen en de terugweg. Dan heb je toch een uur heen en een uur terug, dus dat zijn toch alweer 2 uur dat je kunt studeren, ja. En sinds hij werkt is het wat lastiger, omdat hij tot 4:30 moet werken. Dus voorheen trainde hij al van 4:30 tot 7:30. Dus nu is de training mede voor hem wat verlaat. Dus dan is het toch wel een hele lange dag als je 's morgens om 8 uur begint met werken. En 's avonds om 22:00 zijn we thuis. Het kost wel een hoop energie. Ja, absoluut. Moet hij er ook dingen voor laten? Ja, hij moet wel rekening houden met echt dingen verlaten. Hij doet wel van alles. Hij gaat ook met zijn vrienden uit of zo. Maar ja, hij moet wel altijd rekening mee houden op zaterdagavond als ze uitgaan dat hij zondagsmorgens gaat trainen. Dus... Hoe gaat dat? Hij is 17, zelf geen rijbewijs. Ja, dan, ik ben meestal degene die met hem meegaat. Hij traint hier in Veldhoven en één keer in Den Bosch.
Dus dan zijn we drie kwartier, een uur onderweg en dan 2,5 tot 3 uur trainen en dan weer terug naar huis. Dus per training is het ongeveer 5 uur en dat 4 keer in de week. Dus zo'n 20 uur in de week aan tijd kost ons beide dat. Ja. Dat is behoorlijk. Ja. Dus je hebt daarnaast ook nog twee andere zoons. Merken die daar wat van? Ja, ze merken wel dat ik vaker weg ben en zo met eten moet ik dan klaarzetten voor hun. En dat zetten ze dan vaker al aan voordat mijn man dan thuis komt. Dan kunnen ze in ieder geval met z'n drieën nog samen eten. Ja. Dus ja, ze merken dat absoluut. Ja. Hoe laat ze dan zijn waardering daarvoor blijken? Helaas het niet. Ja, ik weet dat hij het waardeert. Dat voel je wel, maar hij zal het niet benoemen in ieder geval. Nee. Jouw moeder is altijd mee, hè? Ja, mijn moeder rijdt altijd. Die heeft er dan wel wat voor over. Ja. Heb je er wel eens bedankt? Ja, wel een beetje, maar niet echt heel erg, nee. Ik voel wel dat hij dat zeker wel waardeert, ja. Hij is ook wel iemand die thuis, als er iets moet gebeuren of er moet geholpen worden, dan staat Stan ook wel vooraan om dat te doen. Dus het is dus wederzijds, ja. En wat zou jij graag willen voor Stan, wat hij kan bereiken? Nou, ik denk Stan, het niveau wat hij nu doet, dat hij dat prima vindt. En natuurlijk willen ieder jaar wat nieuwe dingen erbij leren. Maar echt Eredivisie of zo, die ambitie, die heeft hij niet. Hij vindt dit prima. Dus het is gewoon prettig als hij ieder jaar weer naar die NK mag en dat hij daar wat medailles kan behalen. Dat is gewoon erg leuk. Een kroning op al het harde trainen. Ja. Ja, verwacht is altijd moeilijk natuurlijk om een uitspraak te doen. Het zou mooi zijn als Stan bij de eerste drie zou komen. Dat is ook een doelstelling die we dit jaar voor hem gesteld hebben. Ja, zo hoog mogelijk komen, maar ik weet niet tot hoever dat haalbaar is. Maar gewoon kijken hoe het lukt. Een half realistische droom, wat houdt dat dan in, het hoogst haalbare? Ja, toch wel op LNK finales gewoon zo, ja, proberen toch de eerste prijs te pakken. We'll be right back.